De drie gemeenten langs de voormalige buslijn 50 werken nauw samen. Niet alleen omdat dat functioneel is, maar volgens de gemeentebesturen ook omdat de burgers een emotionele band hebben. Omdat ze een gezamenlijk DNA zouden hebben. Maar wat weten die bewoners van die drie afzonderlijke gemeentes nu eigenlijk van elkaar? Vernamen de proef op de som in de drie grote kernen die verbonden waren door de huidige lijn 350. Gulpen-Witten maakt deel uit van de lijn 50 gemeenten. Welke zijn die andere twee gemeenten? Goh, daar vroeg ze me. Ja, het valt er wel soms onder aan Marie-Rote. Vals en Maastricht. Vals en Valkenberg. Vals en Eerste Marie-Rote. Wie is de burgemeester van Eerste Marie-Rote? Dat weet ik niet. Ik val onder de gemeente Gulpen-Witten. Weet ik niet. Akkermans, of niet? Wie hoef je nog weg er. Dieudonné Akkermans. Wie is de burgemeester van Vals? Weet ik gewoon niet. Recht van Loo. Recht van Loo. Recht van Loo. Wat is de Groensveller Klumpke? Een appel. Een bulke. Dat zou ik niet weten. Nee, weet ik ook niet. Dat is een appel. Oh. Wie heeft de carnavalsvereniging van Marie-Rote? De Riese Pekkers. De Riese. En de Riese. Ja, dat ben ze. De Riese. In welke plaats start en finisht de wielerwedstrijd Volta Limburg Classic voorheen de helft van het Mergeland? Goh, de vreugde me gaat. Ik weet dat ze geloof ik bij ons door het dorp komen, maar hoe die starten is het gitteren. Ja, ik denk in Heerlen. In Gulpen? Nee. Nee, dat is... Nee. Valkenberg? Nee. Nee. In Eerste. Hoe staat de Brigida dan voor de kerk? In Noorbeek. In Noorbeek natuurlijk. Noorbeek. Marie-Rote. In Noorbeek. Wij woont in het complex Katzensprong in Vals? Nee, onbekend. Geen idee. Nee. Hoe ligt een grote fruitveiling? In Marie-Rote. In Marie-Rote. In Marie-Rote. Marie-Rote. In welk dorp werden de inwoners de Braggeleren genoemd? De Braggeleren. Nee, mag passen. De Bonnet. Braggeleren. Och Norbrig of de Bonnet? Braggeleren. Ik dacht ook maar een grote. En Ikkelder. Ikkelder. Wie heeft de beroemde Bas Bariton uit Vals, de internationaal furore maakte in diverse grote operas? Ik kom niet op de naam, maar ik zie het gezicht wel voor mij. Bas. Ja, John. Met de baard. Ik kom even niet op de achternaam, maar hij is wel John. Ik kom niet op de achternaam van hem. De naam. Wie is dat nu? En daar woonde Iep. Oh, wie is je nu? John. John Brucheler. Weet ik ook niet. John Brucheler. Ja, dat klopt ook. Wie werden de twee muziekgezelschappen van Eze in de volksmond genoemd? Oh, dan moet ik de groen en de rooi. Ik hoor je altijd door jij met die van Wolder. Daar heb je er zo twee. De rooi en de blauw. De rooi en de blauw hangen beneden. De rooi en de blauw. In welk dorp werd de heilige Genoveva vereerd? Zegt mij niks. Goedemorgen. Geen idee. Schenepgeul. Weet het net. In Holzet. Welk dorp staat bekend als bergdorpje? Ville. Veilen. Ville. Ville. Nee. Ville. Ja!